Ze schijnen de vergadering van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer, dat weet ik allemaal niet, drie minuten te hebben uitgesteld of een pauzetje in te hebben gelast. Omdat uh, ze allemaal, wie die zus allemaal waren, weet ik zo gauw niet meer welke ministers, uh, per se naar de Fabeltjeskrant even wilden kijken. De aanleiding dat ik meedeed aan de Fabeltjeskrant is uh, Fred Emmer geweest. Fred Emmer was nieuwslezer uh, bij de, de Nos, uh, zeiden we in die tijd. En hij produceerde ook wel reclamespotjes. Dus ik moest een reclamespotje doen. Ik zou niet meer weten wat. Dat had ik gedaan bij Fred Emmer. En toen belde hij mij een maand later op. En toen zei die Elsje. Ik heb een karweitje voor je. En het is eigenlijk een, 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 een stemtest die je moet gaan doen. En als jij wordt aangenomen voor dat rolletje, als ze jou nemen, dan heb je daar waarschijnlijk een moordsnabbel aan. Ze gaan namelijk de fabels van de La Fontaine gaan ze opnemen. Met poppetjes, ik kan het je nog niet allemaal vertellen hoe precies, maar dan zou jij een ooievaar moeten zijn. En zo ben ik er aangekomen. Ik werkte bij Sinofsky producties in die tijd. En uh, daar deed ik reclamespotjes en al die dingen meer. En op een gegeven moment werd dat wat minder. En toen gingen we de fabeltjes doen. En toen moesten er opeens stemmen gezocht worden. En niemand wist van iets. En ik deed daar de techniek en het geluid. En ik ben gaan praten en met Fred Emmer, waar ik toen commercials ook mee opnam, zijn we tot een, uh, uh, een, een castingvoorstel gekomen. Hebben we uh, een, een, een keuze gemaakt om uh, Frans van Duschoten, Elsie Schenjon en Ger Smit uh, te vragen of die een test wilden doen en een soort proefopname. Uh, daarmee is eigenlijk uh, begonnen uh, 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 aan de Fabeltjeskrant. De teksten van Leen Valkenier waren meestal bondig, to the point. Ze, als het wijdlopig werd, dan maakten wij dat zelf een beetje korter. Maar ze waren natuurlijk ook diep menselijk. Ze waren echt ja, zinnen die uitgesproken werden door. Verdrietige mensen, blije mensen, zoekende mensen. Dat zij ook altijd, uh, mijndert en uh, Frans ook: jongens, hij ziet helemaal die beesten niet voor zich. Denk nou niet dat hij die poppenraaf voor zich ziet. of die poppenooievaar. Hij ziet mensen voor zich, ik weet het zeker. Vandaar dat hij ook wel eens. Uh, erg vaak zelfs. Uh, zij, uh, een soort aanwijzing erbij uh, uh, schreef. Uh, zij steekt haar vinger in de lucht om te waarschuwen. Hoe nou vinger in de lucht om te waarschuwen? Juffrouw Ojevaar had geen handen of vingers. Ze had een soort fladderend vilt. Als vleugels. En ze hapten alleen maar met hun hap, hap, hap. met hun, hun, hun bekken. Er He? was helemaal niet iets van handjes of voetjes. Maar dan zag je dat helemaal zo voor zich. Waar ik het over heb, over die bevolkingsontploffing natuurlijk. Bevolkingsontploffing? Ja. Dat Vol worden van ons geliefde dierenbos. Het succes van die fabeltjeskrant was volgens mij dat het uh, maatschappelijke relevantie had. En dat Leen Valkenier, een begaafd alcoholist. Uh, dus heeft de diepste bodems van het leven ook gezien. Uh, in staat was om uh, het menselijk wel en wee. Alle, alle truttigheden en ongenoegens. en lulligheden die mensen hebben, kinderachtigheid. Uh, zo neer te zetten dat, dat je het uit kon spelen. Dus Leen was in die zin een uniek mens. Uh, na nou, honderd uh, fabels wist hij het niet meer, dus dan gingen we met z'n allen roepen van... ...je moet het zo doen en we hebben dit ingevoerd en we hebben dat ingevoerd, dan kun je daarop door. Want soms dan had hij één fabel geschreven, er dus zaten zes hele goede dingen in. Dan maakten wij van één zes fabels, die improviseerden we. En dan lieten we weten, we hebben dat en dat ingevoerd, daar kan je op verder. En zo hebben we eigenlijk als team, uh, uh, die, dus die, die acteurs en actrices die erin zaten... ...ook erg, erg inventief met elkaar hebben we dat... Ja, dat werd, dat werd ons kind, want het was zo leuk. We, we improviseerden er een hele hoop bij. En uh, Leen was de meest briljante uh, tekstschrijver, ook wat betreft het uh, kiezen van uh, de goede bewoordingen voor ouderwets taalgebruik. Twa. Wat een uh, in. Ik, ik wil de kachel best uitdoen hoor, best uitmaken. Ik gooi er wel een paar glazen prik in. Uh, is hij uit? Heiliger uit! Beenboren zit uit of aan, daartussen zit niks. Koud of gloeiend heet. Maar, maar we kunnen de, de, de kachel toch ook temperen, kalmeren? Ja, dat zal je altijd zien. Nou, ik net weer twaalf zakken vol steenkoolen naar boven heb gehaald, begint de zon te schenen. Ja, zo is er altijd wat. Alle figuren waren geschreven, dat de acteur die ze dan speelde dat met veel zelfspot kon doen. Hè? Dat, dat was ook het geestige daarvan. Dat je dus je geloofde voor duizend procent. Ik bijvoorbeeld in Juffrouw Ooievaar of in de verzenuwde ijver van Juffrouw Mier. Maar tegelijkertijd kon je je eigen zelfspot erin kwijt. De karakters van de fabeltjeskrant die, uh, die zijn op een hele leuke manier ontstaan. En door uh, pratend met uh, uh, de, de schrijver. Maar ook uh, als die dan uh, zeg maar een bepaald beest had, uh, weer had geïntroduceerd, ge ge uh, dat was het unieke van die fabeltjeskrant. Uh, we konden dat koppelen aan mensen die wij kenden. Bijvoorbeeld, uh, doe zo'n jodokus uh, uh, een beer en een marmot. Ja, een rare combinatie kan je al niet voorstellen. En die Jodokus, dat was een nagelbijter. Hè? Wat? Hebben we geen hout? Nou, dat moet jij weten. Jij zorgt voor de huishouding, ik niet. En ik bijt ook niet op mijn nagels. En dan, als die zenuwachtig werd, dan ging die nagelbijten. En dan zei. Zijn compaan waar die altijd mee samen was. Dat was die beer. Hey, je doet het weer. Maar wat was nou de achtergrond voor ons? Waarom het voor ons zo leuk werd? Dat was geënt op een nichtenstel wat we kenden. Die hadden altijd ruzie. Die intrusieve dokers, die schreef de schrijver als ruziemakende dieren. En... <laughs> ja, het was wel grappig. En dan, dan kregen ze ruzie, maar dan werd er niet gevreden en geneukt. En, dan gingen ze rukken. En toen dat was niet nagebreid. En dan zei die beer, je doet het weer. Zo van, eh... Uh, dat was eigenlijk. We koppelden alles aan mensen. Dus Juffrouw Oojevaar was een gemeenschappelijke. Uh, 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 vrouw die. Elsie Schrayon. Uh, die kattegezante van mijn vader. die Mijn vader was predikant. Uh, um, dat was een, een gemeenschappelijke soort tante van ons. En dat was een, een lesbienne. Die woonde samen met een vrouw. En dat was in die vermeerde gemeenschap. Was dat, daar werd niet over gesproken. En wat deed nou die, die tante? Wij noemden haar Tante Koorworst. Die had die toon van die ooievaar. Die ramde over alles heen. En daar is dus bijvoorbeeld uh, de Juffrouw Ooievaar aan ontleend. En tijdens opnames zei ik dan wel eens tegen Elsje. Iets meer worst, Elsje. Boeien! Oh ja! En dan wisten ze het weer. Dus ik had er één woord genoeg en dan was het hele karakter lachen weer. Het karakter van Juffrouw Ooievaar was dominant, betweterig, uh, maar naïef. Dus. Uh, en dat maakte. Juffrouw haar zo lachwekkend, natuurlijk. En meestal ging ze ruzie trappen en vond ze dat iedereen naar haar moest luisteren, maar als iedereen dan zei: zegt Kato, zoek het maar uit. Uh, we luisteren lekker niet, we gaan onze eigen gang. Dan ging ze zitten snikken op een bankje thuis met Soef de Haas naast zich. En dan uh, kwam er altijd wel weer een Ome Gerrit de Duif of een ander. Die kwam dan weer goedmaken. En dan wilde ze al te graag maar weer mee naar het praathuis toe, zodat het conflict voorbij was. Goedendag. Dag Dura. kijk. Mijn eigen meindertje. Mijn het paard. Uh, is, ja, hij is naar mij vernoemd, maar we hadden geen naam. En Leen zei: Vind je het goed dat we mijnen doen? Ik zei: Ik vind het prima. Maar ze, uh, het is niet mijn karakter wat jij schrijft. Want het, paard, het grote geheim van Mijn het paard was dat hij, had, hij kwam met een doktersbul. Hij deed zich voor als dokter Mijnert, maar hij had zijn bul niet. En dat ze later nog, even Raaf dat, uh, is dat bekend gaan maken. Van, uh, hij heeft zijn bul niet. Uh, <laughs> dat was wel grappig, ja. Hallo, mededieren. Ik kom jullie hoogst persoonlijk uitnodigen. <laughs> ja, 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 ja. Voor een groot schaatsfestijn op onze grote vijver. Morgen. Met tal van fraaie prijzen. Leuk, hè? En gezellig. Dan doet de deur dicht. Wat bedoel je, meneer de mm, Nou, meneer de bedoelt dat de deur is dichtgewaaid, hè? Goed, 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 goed. Iets anders. Wie wil er dus meedoen met ons grote dierenbosse schaatsverstijn? Ja, ja, wie, wie, wie? Mm, ik wil best, hoor. Hele best wel, hoor. Echt waar. Eh, als het... Eh... Als het niet zo koud was, denk ik, dan wou ik best wel hoor. Ach, ik hoor het alweer. Allemaal jallen, Sali. In plaats van dat we allen één zijn op de schaats, ons verbroederen en versusteren op het ijs. Bor, hè? Maar nee hoor. Ho, weekheid, hè? Als jullie weer allemaal geen interesse hebben in ons ijs van Stein, dan gaan Harry, en dat is Harry Lepelaar, Soef, Soef de Haas en ik wel schaatsen. Bonjour! Dat zie ik niet, maar ik wil wel. Voor een extra lekker hapje doe ik alles. Die opnames zijn altijd, hebben altijd plaatsgevonden. Altijd op de Prinsengracht. In, het, in een grachtenpand dat. Eerst aan uh, Thijs Schanofsky behoorde En dat is toen uh, overgegaan in de Levita-producties. Bovenop de zolder daar hadden ze een studiootje gemaakt met een glazen wand, waar wij met z'n drietjes naast elkaar zaten. En Meinders zat met zijn rug naar het raam aan de andere kant van het glas. En als het dan een beetje benauwd werd. Want het was eigenlijk, denk ik nu wel eens, totaal niet een ruimte die door de keuring van de arbeidsinspectie heen gekomen zou zijn. Het was kleiner, geloof ik, dan ons badkamertje boven. Waar we in één gepropt zaten. Maar we vonden het heel gewoon. Ik zat in het midden en rechts van me zat Frans. En links zat Ger toch? Ik wou in ieder geval zeggen dat we weer blij zijn dat... Nee, uh... Ja, maar, maar ik, ik wil eigenlijk haar niet op het witte doek. Nee, Dit is veel te groot. Ik, ik wil gewoon een schermpie. En anders ga ik naar die Nee! MUUUUUUU! het bos. Ja, ziek idee, maar ik wil wel. Voor een extra lekker hapje doe ik alles. wil ik best op de film. pie. Oh nee, oh nee. Als jij op de film komt, dan doe ik pertinent niet mee. Het procedé van de fabelische was dat we een soort hoorspel opnamen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, in dat hoorspelletje hadden we alle vrijheid om te doen wat we wilden. Want dat, wat ik had opgenomen, dat werd later gefilmd. Het is dus omgekeerd als uh, de naastconferenties die uh, gedaan worden. Ik maakte een hoorspelletje wat vier minuten moest zijn. Dat was de lengte van de fabel. Dat werd op een bandje gezet en die band werd weergegeven. En wat beneden in de studio, in de set, met de poppen werden gedaan, is het nasynchroniseren eigenlijk met de bek van mijn bandje. Dus ik had het probleem niet dat ik gebonden was aan een Engels script of een kant-en-klare product wat ik lipsynchroon moest invullen. Dat probleem hadden ze beneden bij het filmen, want dan moesten ze iedere keer het bandje starten en dan moesten ze op tijd die poppen gelijk leggen, mee bekken. Dus wij hadden als voordeel dat we in de, zeg maar, in de in De opname helemaal vrij waren om alle ingevingen die zich ter plekke voordeden achter de microfoon, om die te doen. En dat was natuurlijk voor ons een heerlijke manier van doen. Want daardoor kon je van alles, daardoor kon je inderdaad improviseren. Dat zou natuurlijk andersom niet gekund hebben. Dat was het heerlijke ervan. Ja, dat is denk ik toch wel zeker later toen we wat bedreven erin raakten. Is dat. Uh, is dat de voorwaarde geweest, denk ik, voor een betere kwaliteit? Een grotere spontaneïteit, in ieder geval. Ze zaten dan met z'n drie naast elkaar. Vanuit hun ooghoeken konden ze net zo langs die schotten kijken. En dan zagen ze net zo die bewegingen van de ander. Dus ook op die fysieke uh, 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 bewegingen krijg je die, die chemie in opname. Want als je voor Over aan kon lopen, dan ging ze al zo zitten. Of Gerdy als bordewolf Wolf, woe, dan zagen ze al die van. Daar komt hij. Konden ze dus op inhaken? Ik deed het inderdaad met uh, lichaam en ziel. En ik was nooit alleen maar bezig met mijn stem. Dat kan wel eens fouten natuurlijk opleveren, dat het te onrustig wordt of te veel. Maar zo was het nu eenmaal erg leuk om te zien en moet je, je voorstellen drie mensen op een rijtje als die door elkaar praten dat is dus echt een, een kakofonie dat wil je niet weten de opnameprocedure uh, was was als volgt uh, je kon stemmen gewoon achter elkaar spreken als ze met verschillende uh, stemmen gedaan werden dus uh, Twee, drie karakters die elkaar aanvulden door drie verschillende acteurs. Maar heel veel uh, stemmen uh, uh, werden door één persoon gedaan. Ger Smit, die deed wel zes verschillende stemmen. Dus als hij met zichzelf een dialoog was, dan ging mijn hand omhoog. Zo van pauze nemen, anders kan ik het niet monteren. Ik moet dat lege stukje tussen aanhalen. Dus wat had, had dan een, soms al een anderhalve bladzijde, een dialoog tussen de raaf en de vos en een bever, die hij deed? Dan moest hij gewoon ieder zinnetje, moest hij wachten. Tot ik hem een seintje gaf, nu kan je door. Dan kon hij ook zich kon hij het omschakelen. En ik knipte dat allemaal tegen elkaar aan. En dan was het net alsof drie verschillende mensen aan het praten waren. Hij kon dat heel goed regisseren. Hij vond ook dat er goed een wisselwerking tussen die figuren moest zijn. En dat, daarom zette hij ook steeds het even stil. Want als je dus, uh, ik bijvoorbeeld, een dialoogje had met de mier of met de zusters hamster, als bijvoorbeeld de, dus de ooievaar met even de zusters hamster sprak, dan um, ging je de met je met je stem van het een in het ander. Dus dan zetten die het liever stil. Begrijp je? En dan was er een césuur en dan waren dat echt twee karakters die tegen elkaar spraken. Ik vind zelf ook dat uh, als ik het soms terug hoor, dan vind ik bijvoorbeeld uh, Willem Bever. Uh, ja, dan hoor ik soms ook de stem van meneer de Uil wel eens in. Uh, je kunt uh, wel eens horen uh, dat de, de, de stemmen wat te dicht bij elkaar liggen. Meneer de Uil, die dus op deze wijze spreekt, heeft iets gedragends, iets chics en uh, spreekt ook in een wonderlijke taal. Willem Bever daarentegen. Hij heeft ook wel dat huige, maar spreekt Rotterdams. Man van de Mal is uit het zuiden. Dus dat is weer een groter contrast. En Lama heeft iets Spaans. Het is een van de meest briljante teams waar ik ooit mee heb samengewerkt. En dat kwamen om tien uur, kwamen we binnen uh, uh, met, met slagroomgebak uh, en gingen we koffie drinken. Eerst een uur anekdotes, want dat, dat was dus een hele andere tijd dan nu. Die studio die stond daar gewoon, je moet dat zien als een bankstel, die werd gebruikt uh, op het moment dat de fabels opgenomen werden. Nou, zo tien uur, uh, dan kwamen we en uh, van tien tot elf, anekdotes, koffie en opwarmen in de, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, ja, ook in de sfeer. Om, uh, uh, we werden daar vrolijk en, en jolig van en dan gingen we die fabels lezen en dan voerden we eigenlijk alles wat, wat langs was gekomen in, in de roddels en dingen die... Versterkte we nog eens een keertje uh, uh, zeg maar de, het plezier van uh, uh, hoe we die fabels uh, doorlazen en repeteerden en notities maakten, uh, uitbouwden. Want we, we improviseerden gewoon ter plekke. Zo van, ja, dit is dus wel leuk, maar we doen nog even dat en dat erbij. Dus er werd een soort steno erbij geschreven. En dan gingen we ze opnemen en dan zo'n nu of vier smiddags waren we klaar en hadden we tien fabels opgenomen. Af en toe, dan moesten we naar, naar twee fabels of drie fabels, moesten we er echt even uit om een beetje zuurstof... Uh, te kunnen vangen. En uh, nou, dan keken we natuurlijk naar de gracht. En dan gingen er rondvaartboten langs. En vooral Frans de Dusschoten, die best wel een goed salaris had bij Van der Ende. want die trad iedere avond op met André van Duin. En die kon zijn ogen niet. Afhouden van de etende mensen in de rondvaartboten. Het was voor het eerst dat in de rondvaartboten mensen een lunch geserveerd kregen. Of een zogenaamd diner met een glaasje wijn. En zei die: Els, 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 komt kijken, kijk, ze drinken weer wijn. Alsof. Wij noodruftige figuren waren. Moest ik altijd wel verschrikkelijk om lachen. Je dat te maar te vragen. Ja, weer. Dan staat hij al te zagen. Bijvoorbeeld te kotteren en te beuren. De gaatjes in je oren. Nou, ik al vond Ger uh, buitengewoon artistiek. Uh, uh, Ger was zeer, zeer, zeer muzikaal. En dat merkte je ook in die rolletjes, vond ik. Dat had... Veel kleur, maar het had ook mooi ritme. Ik vond het werken met, 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 met Ger heel erg leuk. En Ger was ook heel erg kroop, heel erg in zijn karakters. Dus. Als hij verdriet had als Bor, dan werd het ook heel persoonlijk. En dan, en dan, dan had Ger zelf tranen in zijn ogen en zo. En, uh, maar ik vond dat wel heel erg. Uh, ik vond dat een rijk talent, die Ger. Ja, dat vond ik absoluut. Samenwerking met Ger uh, was ook, uh, ook briljant. Uh, de, de, ook een begaafde man. Uh, en vrolijk, en leuk, en inventief. Uh, uh. Ja, één woord genoeg. Uh, dus eigenlijk een lust uh, uh, om met die mensen samen te werken. Per keer. Zit er iemand in dit alles Roep Willem, hij kent alles. Want Willem weet van wanten. Jij ja, vraagt het om een klanten. Als je maar kikt, als je maar kikt. Dus Willem die opflikt. Hoi! Hij was trouwens ook een, 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 een muzikale man, die Frans. Ja, dat merkte je ook als er liedjes moesten worden opgenomen. Die mannen hadden dat snel altijd uh, te pakken. Ik deed er iets langer over. En, uh, maar uh, dan vond ik ze ook allebei erg muzikaal. Handig. Hè? Dus ook wanneer het liedje werd gezongen... meteen improviserend er zinnen doorheen uh, tetteren... en dan toch in de maat blijven. Dat zijn dingen die kan ik helemaal niet. Dan, dan raak ik eruit en zo. Er zijn een hele hoop leuke herinneringen in die Fabris-krant. En om nou te zeggen van wat was nou de mooiste, is, uh, een, is wel een lastige. Maar wat bijvoorbeeld de situatie waarin we altijd verkeerden, dat we gekke dingen deden die niet konden, eigenlijk, dus op de grens probeerden te, uh, te balanceren, uh, dat maakte eigenlijk de, uh, het, het, het opnemen uh, uh, en, en het plezier in de studio. En ik kan me nog herinneren dat we een keer. Uh, uh, een Duitse fabel moesten doen. <laughs> en daar, waar ik het meest om heb gelachen... is dat Elsje toen als ooievaar... een soort mislukte operazanger had zich gedaan en die zong dan... Ja, die lieve, abonte, stroemfus, zo, zo, zo... Die moest dronken spelen. En daar moesten een hele fabel mee doorgaan. En ik, ik weet wel dat we daar de slappe lach om hebben gekregen... die zo ernstig was... Dat we regelmatig moesten stoppen en dat we weer, uh, weer verder wilden gaan, weer in de lachschoten. Dat het soms wel een kwartier heeft geduurd dat we weer verder konden. En mijn, dat, ik zie hem nog, die huilde van het lachen, die viel van zijn stoel bijna. Maar ik geloof niet dat het in de fabel gekomen is. Wat ook leuk is, dat je uh, plotseling uh, de, de ene acteur de ander verrast met een heel raar, uh, met een hele rare act... waardoor de, de ander in de war raakt en in die verwarring uh, zulke rare dingen gaat zeggen... Uh, dat dat weer leuke is. Een hele hoop dingen zijn zo ontstaan, al improviserend, dat... Uh, ik ben mijn wacht eigenlijk kwijt, maar de show must go on, dus ik geef gewoon antwoord. Dus dat we gewoon onzinnige teksten uitspraken uh, op een manier die helemaal klopte en dat wij wisten dat het fout was, maar uh, het wel lieten gaan omdat het zo'n leuk moment was. Dat we het met elkaar keettrappend het konden maken. Dat was het leukste. Vond je dit een leuke aflevering van Stemmen van Toen? Vergeet hem dan niet te liken, een reactie achter te laten of hem te delen met je vrienden. Uh, bonjour!